Ja, dit is echt een hele dure golf. Kijk, golfje is er vanaf 23.000 en een beetje euro, 600 en zoveel euro geloof ik. Het maakt niet zoveel uit, hè. Dan zeg ik 24.000 euro. Maar deze golf hier achter mij, zo is een beetje in beeld, Wouter. Golf R, die is meer dan drie keer zo duur als een basisgolf. Oftewel, voor de prijs van deze Golf R zou je ook drie andere golfs kunnen kopen. Deze kost namelijk, even spieken, 77.202 euro. Als je dat door drie deelt en je gaat daarmee naar een Volkswagen dealer, volgens mij kan je dan best drie aardige golfjes met een basismotor, dat dan weer wel kopen. Ja, waarom is deze zo duur? Nou ja, het begint natuurlijk al, het is een Golf R in Nederland, de CO2-uitstoot, BPM, dus dan krijg je gewoon belastingen, noem het allemaal maar op. En natuurlijk vraagt Volkswagen zelf ook wel iets meer voor een Golf R dan voor gewoon zomaar een ander golfje. Ik zit even in de auto. Kniep je er maar ergens tussendoor, Martijn, zit er bij je in en dan stap ik weer uit. Zeg zo, sorry. Die Golf R is er vanaf 55.680 euro. Nou, is dit een Golf R met DSG-bak? Op zich zit er minder belasting op, dat is dan wel weer interessant. Maar toch vraagt Volkswagen er eventjes iets meer voor. Ze verdienen ze uiteindelijk best wel fors op trouwens dan. Het is goed om te weten trouwens bij de dealer misschien. Ze is 58.180 euro. En hier aan de achterkant zit eigenlijk... Nu ben dichterbij. Dat is leuk, hè? Dan ga ik even omklappen. Ja, het duurste, maar ook alweer het leukste. Namelijk... Da-da-da-da! Akrapovic uitlaten. Klinkt ook echt gaaf. Misschien zelfs een beetje luid als je zeg maar, de klep open doet. Ik spiek even meteen even. 3522 euro. En we kunnen veel zeggen van meneer Akrapovic. Dat hij mooie spullen maakt. Maar hij weet het ook een mooie prijs te geven. Nou, dan hebben we nog wel andere dingen die bijzonder zijn. Die voorheen nog niet leverbaar waren op de Golf. Maar het is niet zo heel waanzinnig zichtbaar. Die remmen bijvoorbeeld. Dus Golf Performance remmen. Die vallen dan eigenlijk wel weer mee. Even gelukkig 526 euro. En als je het nu wil weten, die carbon spiegelkappen, die zijn dus al duurder dan die remmen. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Velgjes, 1000 euro erbij, 993 euro. Hij heeft een adaptief onderstel, ook weer 1100 euro. Panoramadakje, ook weer 1100 euro. Hij heeft Discover Media touchscreen, dus ook iets van 1100 euro. Even in de auto, want dan kan ik even leer laten zien. Nee, dat kan ik eigenlijk wel niet laten zien, want ik zit erop. Maar dat nappe leer en het zwart carbon... Een soort carbonwerkjes erin. Kijk, ik kan laten zien met je hoofdsteen. Maar het zit niet heel erg mooi. Het zie je ook wel dat ik roze en rode kinderstoeltjes bij heb waarschijnlijk. 2931 euro. Die kleur, die echt wel tof is. Want dat maakt wel dat deze golf er echt wel uitspringt. En mensen er ook op reageren. Kost ook 889 euro. En dan hebben we nog het executive pakket. Digital alarm spullen. Plus Volkswagen Media Control. En DAP Plus. 841 euro. En dan stap ik nu even uit. Gaan we buiten verder. Het waait hier allemaal bijna weg in Rotterdam. Nee, en we hebben bestuursassistentiepakket plus. Dus dode hoekwaarschuwing, verkeersbordherkenning, lane assist, fileassistent, adaptieve cruise control, 1204 euro. Dan gaan we nog even spieken. Bestuurstoel elektrisch verstelbaar. Dus alleen de bestuurstoel. De passagiersstoel is gewoon handmatig. Met geheugen, dat dan weer wel. 814 euro. Dyne Audio geluidssysteem, 651 euro. Winterpakketje, 24 euro. Stoelverwarming. Telefoonvoorbereiding, moeilijk woord. Plus 391 euro. Getinte ruitjes. 57, het zijn hele kleine letters, misschien lees ik het verkeerd op, maar het is allemaal ongeveer op hetzelfde neer. Vooruit verwarmbaar, erm warmte weren, dat is dan wel weer grappig. Achteruit rijcamera, nou die zijn 270-330 euro. En dan kom je tot die waanzinnig mooie prijs van 77.202 euro. Is dat veel geld voor een Golf? Ja. Is die gaaf? Ja, dat ook. Het is wel echt een lekkere auto. Maar daarvoor kijk je maar gewoon even naar de rijtest. Toedeledokie, ciao.